Als het stormt en de wind krijgt grip op een hoog duin, kan de wind enorme hoeveelheden zand opzuigen, waardoor een krater achterblijft. Je bent nu in zo'n krater van een oud paraboolduin. Hier moeten de planten weer opnieuw beginnen. Je kijkt nu over een uitgestrekt duinlandschap. En je kunt zien dat hier allemaal verschillende landschappen zijn ontstaan. Het is een lappendeken van plekken met bos, meertjes en uitgestoven duinen. Voor de natuur is zo'n afwisselend landschap fantastisch. Veel planten en dieren vinden er zo hun plek. Het waddengebied is heel dynamisch. De natuur verandert hier na iedere storm.